Het staatsmijnbouwbedrijf Grasalco zal zich in de toekomst meer richten op het aangaan van sterke partnerschappen en diversificatie. Dit zegt de algemeen directeur Sergio Akimboto. Volgens hem is sinds 2011 een bewuste keus gemaakt om de mijnbouwrechten die het bedrijf heeft verder te benutten. Akimboto benadrukt dat het niet de bedoeling is dat Grasalco zelf alles gaat doen, maar zij kan ook faciliterende en een katalyserende rol vervullen. En het is ook de focus van Grasalco waar we de mogelijkheid hebben om die deskundigheid zelf te ontwikkelen, zoals bij steensla gaan we zelf doen. Waar we daar ontbreken om verder te ontwikkelen zoals goud gaan we een partnership aangaan. We hebben wat ervaring met het ontginnen, het mijnen van de granietblokken. Maar voor afzet moeten we een geschikte partner gaan zoeken. Daar zijn we ook mee bezig. We zijn bezig met het bestuderen om de mogelijkheid om kaolin te gaan doen. Sowieso heb je daarvoor een sterke partner nodig die voor het logistiek en de marketing gedeelte zal moeten zorg dragen. Dat is niet onze sterkte. Dus zolang we die partner niet hebben, gaan we niet denken aan het verder ontwikkelen van het project. Maar tegelijkertijd ook denken we aan de mogelijkheid om goud moeten verder gaan exploreren en de geschikte partner zoeken. Dus kortom, waar het om gaat, het is dat we kijken, elke dag denken we naar waar we een dollar extra kunnen verdienen. Met wie, met welk product, onder welke omstandigheden. Dat is de focus. We zijn een mijnbouwbedrijf en wat mogelijk is om geld te verdienen, dat gaan we zo maximaal mogelijk benutten. Akimboto geeft verder aan dat het bedrijf de afgelopen periode twee projecten heeft ontwikkeld, namelijk steenslag en goud. Het steenslagproject heeft zich sneller en succesvoller ontwikkeld en Grasalco zal daarop voortborduren. Maar de mogelijkheid bestaat ook dat het bedrijf zich gaat richten op de verdere ontwikkeling van kaolin en graniet. Het mijnbouwbedrijf heeft het afgelopen boekjaar met winst afgesloten. Uit de voorlopige cijfers blijkt dat in 2016 een positief bedrijfsresultaat van $3,2 miljoen, ongeveer $24 miljoen, is behaald. Akimboto zegt dat dit resultaat deels behaald is door de royalties die zij ontvangt van Rosebel Gold Mines. Grasalco is deel van die royalty-overeenkomst met Rosebel Gold Mines. En een deel van het geld, een gescheiden deel, komt naar Grasalco. En dat hebben we gebruikt om verder te investeren in andere projecten. Verder, ons steenslagpoot die heeft positief gedaan. Goud wat minder, maar dat is in ontwikkeling. Maar ook andere mogelijkheden zoals beleggingen, investeringen in andere projecten, om daar geld uit te verdienen. Op dit moment zijn we nog steeds in meerdere mate, niet volledig, afhankelijk van die royalty-inkomen. Dat moet ik wel onderkennen. Maar ik zeg, royalty die we krijgen, het is niet visies van ons. Het is onze concessie die we in huur hebben gebracht. Want dat wordt een beetje verkeerd vertaald. Want nog steeds gaan we concessie hebben waar we royalty gaan sluiten. Omdat we nog niet zelf kunnen ontwikkelen. Maar de middelen die je daaruit krijgt, zou je moeten gebruiken om te investeren in je productieunit. Zodat je zelfstandig je operationele kosten kan dekken. Dat is het verhaal erachter. En daar zijn we aardig goed op weg. We zijn nog voor een klein deel afhankelijk daarvan. En we hopen de komende tijd, de komende 3, 4, 5 jaren, daar volledig in staat te zijn om te produceren en te verdienen. Grasalco-directeur Sergio Akimboto, met wie wij spraken over de beleidsvoornemens voor 2017 en de productieresultaten van 2016. Hij benadrukt nog dat het streven van het bedrijf gericht is op het verhogen van de productie, zodat zij haar eigen bedrijfskosten kan dekken.